Delft in Eekeren en dit voor de finale van Misses Fabulous Provincie Antwerpen 2014. Vanavond zullen er 6 fantastische dames om die titel strijden en die dame dat dan de Misses Fabulous 2014 Antwerpen wordt, zij zal meestrijden voor de grote finale, voor het grote lied dan ook in de kroon, die doorgaat op 29 juni dit jaar. Een miss moet er niet alleen goed uitzien, sorry, maar ze moet ook verbaal haar vrouwtje kunnen staan. Dus ik stel voor dat wij even kennis gaan maken met onze dames. Graag applaus voor de eerste 3, Niki, Niels en Pascal. Goedenavond, welkom beste mensen. Ik word graag Niki genoemd en mag nog heel even tot de dertigers behoren. Ik heb een fijne zoon van 15 en een chihuahua dochtertje. Mijn leven is lekker druk dankzij een boeiende job en het vele sporten erna. Vorig jaar heb ik het intensieve ballroomdansen moeten opgeven. Ik hou nogthans zo enorm van die wereld met haar prachtige prinsessenkleedjes en de bijhorende bling-bling. Ik hoopte in deze verkiezing dan ook de voldoening terug te mogen vinden in een wereld van elegantie, glitter, presentatie en show-element om dit fijne gevoel te behouden. Ik kan jullie verzekeren dat dit tot hiertoe reeds aardig gelukt is, voornamelijk dankzij het voorbereidende weekend en de vele workshops. Ik wens jullie nog een zeer fijne avond en hoop jullie mee te mogen nemen in dit avontuur om samen met ons deze dans door te walsen. Dank jullie wel. Tijdens deze korte voorstelling ga ik u proberen te laten ontdekken wie er niet voor u staat. Ik ben Els, mijn naam is kort, maar krachtig. De letter I staat voor intrigerend. De letter L staat voor iets wat ik bijna altijd doe, lachen. En tenslotte staat de letter S voor mijn spontaniteit. 34 jaar en in de fleur van mijn leven. Tevens ben ik de trotse mama van een zoontje Owen. Het sociale contact met de mensen, terwijl ik krijg door mijn werk in een winkel, geeft mij zeer veel voldoening. Mijn vrije tijd breng ik graag door met familie en vrienden. Toen ik werd gevraagd om deel te nemen aan Misses Fabulous, had ik een heleboel vragen en twijfels. Maar toen ik vernam dat Misses Fabulous niet alleen draait om uiterlijk en perfectie, heb ik besloten om mee te doen. Het badpakkengedeelte was voor mij nog wel een punt waar ik het moeilijk mee had. Maar ik ga vanavond proberen te laten zien dat de uitstraling meer is dan een kledingmaat. Ik weet heel goed wat ik wil, ik weet ook wat ik niet wil. Maar wat voor mij belangrijk is, is eerlijkheid, respect, een eigen mening durven te hebben en te mogen te uiten. En het laatste, genieten. Genieten van elk moment. En ik hoop vanavond dat jullie genieten van de show. Wij hebben er hard voor getraind en naartoe geleefd. Heel plezier en bedankt voor uw aandacht. Goedenavond allemaal, ik ben Pascal, 36 jaar en ik woon in het gezellige Hoogstraten. In het dagelijks leven ben ik in eerste instantie mama van mijn zoontje Mika en daarnaast heb ik mijn eigen praktijk Gladioza, dat staat voor schoonheid, welzijn en gezondheid. De reden waarom ik meedoe aan Misses Fabulous is eigenlijk gekomen omdat ik 2 maanden geleden een ongeval heb gehad en dat ben ik wonderwaardelijk, zonder al te veel kleedscheuren uitgekomen. Nu is wel gebleken afgelopen week
dat mijn onderste ledematen gekwetst zijn. Dus vandaar dat ik weer van die super sexy steunkousen hier sta. Maar dat is toch weer iets wat anders. Maar daar wil ik ook trouwens de organisatie nog wel eventjes voor bedanken. Want ondanks dat feit mag ik hier toch nog staan. Dus dank je wel hiervoor. Dit ongeval heeft mij letterlijk wakker geschud en heeft me laten inzien dat het leven eigenlijk veel te kort is en dat we eigenlijk moeten leven nu en niet gisteren, niet morgen, maar nu. En dat is eigenlijk ook een beetje mijn boodschap aan iedereen, is van geniet gewoon van het leven, geloof in jezelf, je bent goed zoals je bent en je hoeft je gewoon niets op niemand te veranderen. En ik zou zeggen, geniet ook jullie vanavond van deze avond. De dames en ik, wij gaan ons uiterste best doen om voor jullie een hele mooie show te maken. En ik zou zeggen, geniet ervan. Dank je wel. Niet kunnen meedoen. Maar met trots zal ik achter het podium mijn meisjes blijven steunen voor hun dubbele inzet voor mij. Ik hoop dat u een prettige avond zult hebben en geniet ervan, zou ik zeggen, zoals wij vannacht het ook gaan doen. Bedankt voor uw aandacht. Deze Goedplaatse dame komt uit het Antwerpse Geel en wordt vaak Saskia genoemd. Ik ben een 34-jarige mama van een zoontje van 5, Frederik. Voor mijn studies in de personenzorg ben ik lange tijd actief geweest in de jaren- en gehandicaptensector, waar ik heel veel vriendschap en voldoening van kreeg.
Helaas heb ik mijn leven aan blijfbewerking moeten geven sinds ik de diagnose van de spierziekte fibromyalgie heb gekregen. Sindsdien probeer ik uit alle negatieve het positieve te halen. Ook al is er veel tegenslag en verdriet, neem de kleine warmtes van het leven en geniet. Dat ga ik ook proberen te doen met jullie vanavond. Dank u.
is, wie is de persoon waar u wat kijkt, wie is op kijkt en waarom? Wel, zij hebben ons gevraagd om een bekende dame als voorbeeld te nemen waar we naar opkijken. En voor mij was dat eigenlijk vrij duidelijk. Voor mij is dat eigenlijk altijd Veronique de Kok geweest in de Schouwburgstraat. Veronique heeft zelf een zwijgende verkiezing gewonnen op haar 18e in 1995. En sindsdien is ze eigenlijk nooit meer uit de showbiz geweest. Dat is een dame die ontzettend veel klasse uitstraalt. Een vrouw met allure. Ze kan ergens haar privéleven, haar persoonlijke leven ontzettend combineren met haar gezin, haar twee kinderen. Dat is eigenlijk wat ik zo knap vind aan een dame zoals Veronique. Al wat ze ook begint, lijkt ook een succes te zijn. Alle programma's die ze presenteert, alle actes en présences, overal waar ze komt, moet men toch erg opkijken naar haar. Ik heb er heel veel bewondering voor. Ik denk dat het vooral is omdat een dame is die zich voor de volle 100% inzet als ze ergens aan begint. En daar wil ik mij met haar vergelijken. Ik ben ook iemand met een ontzettend doorzettingsvermogen. Ik ben een vechter. Als ik iets wil, dan ga ik ervoor. Voor de volle 100%. En ik geloof dat mijn dan wel iets bereikt. Het volgende wat ik heel schoon vind aan haar is inderdaad de combinatie die zij kan maken met haar gezinsleven en de carrière. Ik vind dat de dames vandaag de kans krijgen om buiten een moeder te zijn en buiten een vrouw thuis en het huishoudelijk doen, ook evengoed een boeiende carrière kan hebben met haar uitdaging op het werk. En als je met die twee zaken kan combineren, maakt mijn het leven nog rijker. Dankjewel, Kiki. En je prijs en graag zal je ook een vraag. Neem nu na Mrs. Schelbos dat jij ook die populariteit zou krijgen. Zou jij dat makkelijk kunnen gaan combineren met jouw familiale toestand en dan gezinsleven? Net zoals zij dat doet, en hoe zou je dat afmaken? Wel, ik ben jammer genoeg geen 18 meer, zoals Veronique destijds, wanneer zij die kansen kreeg. Ik ben perfect gelukkig met mijn eigen leeftijd, maar mijn leven is reeds gevormd. Vandaag zou ik heel graag die kans krijgen om iets meer in die wereld van glitter en glamour te mogen betekenen, zoals ik in het begin bij de beursvoorstelling of bij de presentatie al reeds verteld heb. Maar daarbuiten hou ik ook enorm van mijn eigen job en mijn gezin. En gezien we inderdaad al dames zijn die ons leven ergens reeds gevormd hebben, is mijn ambitie misschien niet meer dezelfde als die van Veronique op haar 18. Maar ik sta zeker open voor dergelijke zaken. Dank u. We wensen je alvast heel veel succes. Blijf op iedereen zitten in de auto. En die jullie ook weer naar boven gaan. Dit is van Visitation. Ben je ondertussen ook al een beetje gekomen? Ja, ik zweet wel. Ja, zij is die mannie. Ben je ook. Ik ben dat onder je opstand van mij. Goed, jij hebt ook natuurlijk een persoon aan wie dat jij ook kijkt. En vertel eens wie is het en waarom? Ja, ik heb niet bepaald één idool, maar als ik iemand moest kiezen, dan heb ik een gekende persoon niet te ver van mijn deur gekozen. Natalia Truijts, de Vlaamse Tina Turner genoemd. Het is net als mij uit de stille kerven. Alhoewel stil. De power en energie die zij heeft als ze op een podium staat, daar kan ik mij perfect in vinden. Ik hou enorm van muziek en dansen. Dat is voor mijn uitlaatklep. Dus in een auto staat het volume altijd open. Niet alleen dat van de radio, ook dat van mij. En vorig jaar ben ik daar tijdens de zomer ook naar de Molse feest geweest bij ons, waar Natalia kwam optreden. En power en seksappeal die zij uitstraalt op een podium. Dat was van de eerste start dat ze op het podium kwam. Oh, zalig. Op zo'n moment zou ik op dat podium willen springen en mij eens goed uitleven. Energie en kippenvel. Nu, of ik bekende personen bewonder.
die bewonder bekende personen of artiesten wel, maar ze hebben ook het geluk een gave of een talent te hebben waardoor ze bekend zijn geworden of de juiste persoon zijn tegengekomen. Dus bewonder ze wel ergens, maar ik vind dat de mensen achter de schermen en de gewone mensen evenveel bewondering verdienen en ook wel in de spotlights mogen staan. Nu, ik zou vanavond de vrouwen eens in de bloemetjes willen zetten, want wij vrouwen moeten buitenhuis gaan werken, het huishouden en de opvoeding van de kinderen valt vaak op onze schouders, wat maar vanzelfsprekend is. En ik zou vanavond iemand hier in de zaal willen bewonderen en bedanken daarvoor, en dat is mijn mama. Dat zal niet aan toepasselijk, want je hebt de kuipen ziek. Dat is, hè? Dat is al iets af. Marcel weet reeds de vraag van Natalia ook omdat je zegt, zeg wat pijzen jij, iedere dag moet je alles met mij doen wat dat jij doet. Dat zou je kiezen. Ze zou het podium eens mogen delen met mij. Hè? Ik zou mij volledig laten gaan, maar ik weet niet omdat jullie dat wel aankunnen, zo twee als Natalia. Dus ik zou mij toe laten gaan. Stel dan gewoon voor dat jij volgend jaar in Monaco-Jurgen gewoon opsmeet. Ja. Maar ik denk dat ik aan het eerst wat zaken dat gaan proberen. Perfect. Heel goed. Dankjewel, Niki, en dankjewel, Ilse. Stressen, denk je? Wat wow. Komt goed. Uiteraard hetzelfde voor jullie en ik ga bij jou beginnen, Pascal. Vertel eens over de persoon naar wie jij het meeste opkijkt en wie jij gekozen hebt geworden. Ik heb als persoon gekozen mijn eigen mama. En dat is eigenlijk gekomen die... Oh, het, om even zijn lang verhaal kort te maken, dat iedereen een beetje mee is. Mijn mama is overleden toen ik 7 was. En mijn papa toen ik 15 was. En ik heb altijd heel lang het gevoel gehad dat die mij en mijn zus in de steek gelaten hadden. En ik ben daardoor altijd ik heb altijd een verlatingsangst gehad in mijn leven. En nu, door mijn ongeval van 2 maanden geleden, ben ik daar heel anders over gaan nadenken. En ben ik eigenlijk mijn mama heel anders gaan bezien. En ik ben ook gaan beseffen hoe fragiel het leven eigenlijk is. En mijn mama, hoe ziek zij ook was, die was tot op laatst toe, was die altijd zeer optimistisch, heel spontaan. Ook mensen die mij aanspreken over haar van vroeger, dat is ook altijd van, goh, die mama dat was zo'n toffe en die lachten altijd. En ik had echt zoiets van, ik heb die niet lang mogen kennen, jammer genoeg. Maar ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat hij bijvoorbeeld een slachtoffer was, dat hij zo de zielenvaart uithangen, dat hij het en ik vind dat gewoon ja, een voorbeeld voor mij. En ik ben zelf ook mama van mijn zoontje. En ik zou ja, ook heel graag hebben dat de mensen mij later ook zo zouden herinneren als iemand van een spontane, een optimistische, een positief ingesteld iemand. Dat ik ook als mama dat zal doen en ik weet zeker waar ze op is als ze er vanavond voor mij nog bij is. Dankjewel, Pascal. En dan is het nog een volgende door naar Ina. Oei, oei. Maar eerst is je woord er mee in? Dat kan toch niet, hè? Dat was de ene van de laatste boodschap. Appel. Dat is wel dicht. Goed. Jij hebt natuurlijk ook een voorbeeld aan wie je opkijkt en het is wel een heel speciaal. Dus vertel het ons graag. Ja, ik wil iedereen meenemen terug in een tijd. We gaan naar 1900. En dat is Klein Peerke. Klein Peerke, die woonde in Ravels.
Maar mijn Pierke was eigenlijk zo klein niet. Hij was 2,18 meter. Dus een redelijk groot figuur. En als je dan weet dat de gemiddelde man toen 1,60 meter was, kunnen we voorstellen dat hij redelijk hard opviel met zijn gestalte. En hij ging dat gebruiken. Hij ging samen met zijn broer de kermissen af om geld te verdienen met zijn gestalte. Dat geld stuurde hij op naar zijn familie en die konden dan op hun beurt huizen en bouwgronden en zo kopen. En Klein Pierke is dan later nog gestorven, omdat ik helaas iedereen ga sterven. Klein Pierke dus, en ik denk dat jij mijn vragen hoort afkomen. Wat zou jij doen, moest jij 2,18 meter zijn? Zou je daar niet mee kunnen omgaan? En wat zou je zeker vast willen doen als je zo groot bent? Ik denk dat het heel moeilijk is om zo anders te zijn dan iemand anders. Maar ik weet niet goed wat ik zou doen, maar ik denk ook wel dat ik het zou gebruiken in mijn professionele doeleinden. Net zoals dat heb ik niet aan. Geen stel te lopen dan veronderstellen, want anders zijn je pakken 10 meter hoog. Dankjewel Pascal en dankjewel Ine. Ik ga beginnen met jou, Saskia. Dan kijk jij en waarom? Ik heb als voorbeeld Nathalie Meskes gekozen. Zij is een vrouw die gewoon ronduit geweldig is en alles wat ze doet uitbrengt. Ze is dan ook niet voor niets gekozen tot vrouw van het jaar van 2013. In alles wat ze doet, blinkt ze dan ook gewoon uit. Ze heeft de look, ze heeft de humor. Ze verwezen met haar droom en met haar kracht van Jeroen. En zoals zij wil ik ook in het leven staan. Altijd even goed langs en iemand die voor niks of niemand uit de weg gaat. Dankjewel Saskia. En ook ik heb een vraag voor jou. Hoe zou jij omgaan met de bekendheid die Nathalie heeft? Hopelijk zoals Nathalie, altijd even goed langs, positief en optimistisch. Dankjewel Saskia. En mag de microfoon geven aan Brigitte. We blijven bij de tv-series en ik wil ons vertellen, wie is jouw grote voorbeeld? Mijn voorbeeld is uit de serie Sarah, die gespeeld wordt door Veerle Wagens. Zij is een vrouw die meer in haar macht heeft dan wat ze normaal dacht. Ze cijfert daar een beetje weg, durft niet veel doen. En door een goede steun van een vriendin en familie heeft ze laten blijken dat ze veel meer in haar macht had dan wat ze zelf dacht. Dus ze heeft haar zelfvertrouwen opgebouwd en is omgeklopt tot een mooie, lieve, fijne dame. Ik zelf, door met mijn streubels mee te doen, heb ik ook een beetje zelfvertrouwen gekregen en heb ik ook een beetje meer naar voren laten gaan. Dat ik daarvoor ook mij een beetje wegcijfde en ook alleen maar in een huishouden, bijvoorbeeld passiehuis moest kijken en voor de rest eigenlijk ook niet veel. Dus met deze ervaring en met de organisatie heb ik mij al een heel stap verder naar voren gebracht en voel ik me al een heel pak beter mee. Nu, Sarah, dat kennen we wel allemaal, want dat is inderdaad op tv geweest. Zij heeft ook als achterban, Veerle Wagens, een verschillende fases in haar leven doorlopen en uitdagingen aangegaan. Nu wil ik van jou eens weten, Nadit, wat is jouw grote uitdaging? Want je denkt dat je dat bijna zou doen, hè? Ik hoop van niemand, als ik een uitdaging wil uitgaan verder, zou ik ook proberen dan iets acteren of zo. En dan zien we dat daar de bus komt. Kijk eens aan, ik wens het jou alvast toe. Geef nog een draaglijk applaus.
eerste meesters Fabulous en dat gaat dan op zorgen voor de provincie Antwerpen. En de organisatie wil die koos deze naam voor de meestverkiezing omdat het woord Fabulous werkelijk voor alles staat. Wat jullie hier vanavond de komende finale shows op provinciale vlak gaan zien en de grote finale te zien krijgen. Alle dames plus 26 die zijn zeer hartelijk uitgenodigd om hier aan deel te nemen. En dat maakt niet uit of dat je maatje meer hebt zoals ik, of dat je klein bent, of dat je even groot bent als Peter, of dat je geel bent, of dat je bruin bent, of dat je zwart bent, maakt allemaal niet uit. Wat wel uitmaakt is dat je de Belgische nationaliteit hebt als dame en uiteraard een Vlaams praat. En waarom moet je Vlaams praten? Als je natuurlijk zo'n verkiezing wint, dan is het natuurlijk heel fijn om je opdrachtgevers zo goed te verstaan en zelf mondig te kunnen zijn. Heb je dus interesse om zelf mee te doen of ken je iemand van 26 plus, die daar misschien geschikt voor is? Aarzel niet om naar de Facebookpagina van de Meesterswijbels te gaan of ga gewoon eens kijken op hun website en dat is www.meesterswijbelsbelgium.be. In het begin van de avond heb ik deze dame al vernoemd onder een van de partners. En onze dames die staan hier natuurlijk backstage te popelen om haar schitterende casual collectie van 2014 aan u voor te stellen. Graag een applaus voor onze dames in de casual collectie van Atelier.
verslaggevers om hier te zijn voor onze missus en de andere Gigantische Vrouwen een zeer fijne avond en leuke foto's te zorgen. Zo, ik hoor dames van achter hier goed raken. En dat hebben we nu ook nog een beetje zin. Ik ga vragen aan de jury om in raadsvragen te gaan. Ronnie, neem je 10 mee. Zorg dat het een goede keus wordt. Maar voordat ik jou eigenlijk ga laten opstaan, wie moet het volgens jullie worden? Arsenele de juryvoorzitter niet, want er moet straks nog geen uitstoot bij mij en Cindy vragen om die uitspraak bekend te maken. 30 minuutjes krijgen jullie van mij, zie dat jullie nog 30 minuten uitspraken en jullie kunnen genieten van een pauze. Tot ziens! Magnifiek wat deze dames gepresteerd hebben. Dat heb ik het afgelopen jaar nooit gezien. Echt schitterend hebben ze gedaan. Proficiat. Ze zijn van trots op haar 6 vrouwen van Antwerpen, zal ik maar zeggen. Cindy, ik ga de microfoon nog even aan jou doorlaten. Cindy, want je gaat nog een paar mensen daar gaan. Ah ja, ze worden er al vanaf 4 dagen. Ja.
blijven ook een beetje mensen. Inderdaad, ik wil heel graag een paar mensen. Logisch, jullie hebben dat geweldig gedaan. Ik wil ook jullie heel hartelijk bedanken. Maar je moet het niet vertrekken. Je moet niet vertrekken, want er komt nog iets. Ik wil stuk staan blijven. Ze krijgt jullie allemaal gepakt. We willen echt wel laten zien dat we echt wel waarderen wat jullie voor ons doen allemaal. Dus daarom nu mogen jullie eens in het glas gaan kijken. Dat was mijn dochter. Die is. Die bedankt wel. Ja. Dat ze zal opstaan. Want zonder haar hadden we dit vandaag niet kunnen verwezenlijken. Jee. Ja. Ook voor Sini. Dat heb ik niet vergeten. Sini, dank u wel dat je er altijd voor mee bent. Jij hoort. Nu dat ze hier toch is. Mijn dochter bedanken, die er ook altijd staat. Ik wil haar toch ook even bedanken. Er staan bloemetjes van haar achter. Ze mag die zelf pakken, anders moet ze die bijna niet terugnemen. Dat is ook zo stom. Maar ik wil haar echt wel bedanken, want ze doet het toch maar. Van s'morgens tot s'avonds met mama meegaan en helpen. Moe of niet moe, ze doet het toch maar. Dank u. En nu ga ik... Ik wens mij nog één ding, en dat is hier mijn eerste rij, te bedanken. Ook voor jullie, voor jullie leuke attentie. Ik hoop dat jullie het een leuke show vonden. En ook voor jullie, voor jullie leuke attentie. Mijn dochter gaat dat ondertussen brengen. Dat is leuk, dat is een kleine toespraak van onze dames. Dames, ik kan het echt niet benadrukken als we zien van waar we gaan komen. Onze eerste ontmoeting. Als je dan deze avond bekijkt, hoe je gespreksmomenten, wat al bij de kieken wel gezond heeft gekregen. Heel, heel super leuk om te zien zijn. Dank u. En natuurlijk zou ik van jou heel graag willen weten wie dat de meeste Facebook-likes had, natuurlijk. Hè? Ja, dat zullen we zeker doen. De Facebook-likes is iets wat iedereen zelf kunnen volgen heeft. Dus de dames weten dat eigenlijk niet van. Dus we gaan ergens van Vacht of Chill van Papier aflezen. De Facebook likes is gewonnen door Pascal Marijnis. Proficiat! De likes, zowel voor haar als voor de andere vijf kandidaten. Ik ga jullie niet langer in spanning houden. En jullie ook niet, want jullie staan hier echt te beven. Hoe gaan we? Cindy. Wij hebben voor het eerste jaar Mrs. Schuilbos voor het jaar 2014 is geworden Pascal Marijnissen. Provincie Antwerpen 2014. Eerste eredame is geworden Ilse Geijzen.
Wat is natuurlijk tijd om jullie van een mooie missus te voorzien. En ik ben zeer benieuwd, de jury weet het, wij weten het nog niet. Maar jij weet het ondertussen, ik wil dat je het in de afgelopen gekeken. Hou ons niet langer in spanning, want wie wordt de eerste missus Fabulous provincie Antwerpen? De winnares van missus Fabulous Antwerpen 2014 is geworden. Nikki Kieser!